In deze video meer info rond het pushen en pullen van film. Dus ik heb eerder al uitgelegd dat je, als je een filmpje, een analoge film laat, dat daar een ISO-waarde aan gekoppeld is. Hier bijvoorbeeld is het ISO 100, terwijl dit ISO 400 is. En typisch anders dan bij digitale fotografie, waar je bij elke belichting een andere ISO-waarde kunt instellen, zal je een filmpje volledig op dezelfde ISO-waarde willen belichten. Dat is omdat als je dat filmpje volledig belicht hebt, dan moet je dat gaan ontwikkelen. En bij die ontwikkeling is het belangrijk dat je dat ontwikkelt volgens een bepaalde ISO-waarde. Dus heel dat filmpje wordt in zijn geheel in een labo, als je dat laat doen, of in een tank, in een spoeltank, als je het zelf doet, ingeladen en dan in zijn geheel ontwikkeld voor die gegeven ISO-waarde. Nu, dat betekent niet dat je de ISO-waarde moet gebruiken die op dat filmpje vermeld staat. Dat betekent alleen dat je dezelfde ISO-waarde voor het volledige filmpje wilt gebruiken. Maar wat je wel kunt doen, is dus een filmpje volledig op een andere ISO-waarde gaan belichten. En meestal, dus de mensen weten dat ik graag fotografeer en die geven me soms filmpjes en dan hadden we bijvoorbeeld dit Ilford Delta 100 filmpje eens gegeven. Dat had ik geladen in mijn Hasselblad en ik was vergeten dat ticketje achteraan te steken. Dus ik wist eigenlijk, ik had het de rug, dat is dus mijn ruggen dat je op de, waar de film in zit, dat je op je Hasselblad monteert. Die had ik half volgeschoten. En dan een hele tijd later nam ik mijn Hasselblad terug vast en heb ik eigenlijk alles op ISO-waarde 400 belicht. Omdat ik meestal deze ISO 400 filmpjes gebruik, dus uit gewoonte had ik ISO 400 gebruikt. En dan was mijn filmpje vol. En dan wist ik eigenlijk niet goed of dat ik het eerste deel ook op ISO 400 of wel correct op ISO 100 had belicht. Dus een kleine uitdaging daar, maar wat heb ik gedaan? Ik dacht oké, als ik het hele filmpje op ISO 100 belicht, of ontwikkel beter, en ik heb het op ISO 100 belicht in het begin, dan heb ik enkel de eerste helft van de foto's goed en de tweede helft zijn dan twee stops verkeerd belicht. Als ik het omgekeerd doe, kon ik alles op ISO 400. En de eerste helft was wel degelijk ISO 100, dan is de eerste helft verloren. Dus wat doe ik? Ik zal mijn filmrolletje binnen doen. En ik zal, dus dat is hier het blad, als ik mijn film binnen doe bij de HEMA, dat was nog een bijkomende uitdaging. Bij een fotograaf zeg je gewoon van oké, ja, dit filmpje, ik heb dat bericht op zoveel kunnen dat ontwikkelen voor mij. Bij de HEMA werk je met van die enveloppen waarop je aankruist wat er moet gebeuren. En ze voeren dat uit. Dus er is geen directe communicatie tussen degene die dat filmcassetje ontwikkelt en jij als koper. Maar wat had ik dus gedaan? Hier kan je het zien. Ik heb hier aangeduid, dus dat was eigenlijk de enige indicatie dat dat rolletje op ISO 200 moest belicht worden, ondanks dat het eigenlijk een ISO 100 filmpje was. Nu op zich, omdat dit rolfilm is, leek mij de kans groot dat dat ging lukken. Want typisch met die rolfilmpjes is geen DX-code, dus die moeten ze sowieso in de machine laden en manueel ingeven op welke ISO-waarde dat dan ontwikkeld moet worden. En dat is pushen of pullen van uw filmontwikkeling. Dus wat hij doet is eigenlijk uw film langer of minder langer gaan ontwikkelen. Eigenlijk ga je dat filmpje dan gaan ontwikkelen als was het een ISO 200 filmpje. Typisch als je een filmpje ontwikkelt, dan moet je bepaalde hoeveelheden product, bepaalde tijden voor de ontwikkeling hanteren. En die zijn allemaal afhankelijk van het type film en van de ISO-waarde van de film. Dus als je dit filmpje ontwikkelt als was het een ISO 200, wat ik hier eigenlijk met die aanduiding gevraagd heb, dan zou dat moeten komen. En dan zie je, als ik het ontvangen had, dus ben het gaan ophalen dan, een paar dagen later, en het was allemaal nog heel spannend, bleek dat normaal gezien is 3 euro voor de ontwikkeling. En dus hier de hele kleine lettertjes kunnen zien dat ze inderdaad 3 euro gerekend hebben voor ontwikkeling, maar ook nog een supplement van 1,36 euro. Voor een totaal van 4,36 euro, terwijl het anders 3 euro is. Dus ik had er alle goede hoop op dat het wel degelijk in orde ging zijn, want ze hadden mij extra gefactureerd. En effectief, ik heb de film ook bekeken ondertussen. Ik kan u zeggen dat ze correct ontwikkeld is. Hier heb ik een paar, voor zover dat zichtbaar is, maar je ziet dat dat. Dus ik denk dat we kunnen zeggen dat het geslaagd is dat je zelf bij zo'n services als HEMA kunt opgeven dat je een film wilt laten pushen of pullen. Maar voor mijn opdracht is dat gelukt. Dus dat is het pushen of het pullen van film. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende.